Je hebt de nieuwe tijd. Je hebt de nieuwe wereld. Je hebt de nieuwe maan, nieuw nieuws, het nieuwe normaal, de nieuwe media, de nieuwe K3. Iedereen is vol van het nieuwe. Waarom? Omdat iedereen er klaar voor is. Voor dat nieuwe leven, voor die nieuwe samenleving. En dat verlangen, die hunkering, komt in uiting in de taal. We zien dat het anders kan en anders moet. Ondanks dat we het nog niet letterlijk zien. Maar de gedachte is er en gedachten zijn energievormen. Hoe meer energie en aandacht je aan een energievorm geeft, hoe meer je het naar beneden haalt, naar de fysieke wereld. Het begint met een idee. Dat idee werk je uit tot een duidelijk beeld. In dit geval een toekomstbeeld. En dan gebeuren er allerlei dingen automatisch. Of lijken automatisch te gaan om dat beeld te manifesteren. Dingen komen naar je toe. Je gaat zelf als vanzelf dingen doen. Je komt in de flow. En als het dan werkelijkheid wordt, is het niet zo dat je denkt, oh wauw, geweldig. Het heeft zich gemanifesteerd. Het is veel meer van, dit is de normaalste zaak van de wereld. Want de manifestatie, de realisatie, de activatie, hoe je het ook wil noemen, is eigenlijk maar een formaliteit. Je bent lang weer bezig met wat daarna komt. En dit proces, deze wet van aantrekking, waarbij je de energie laat stromen en je je niet laat afleiden door twijfel of de buitenwereld, zijn we een beetje verleerd. We zien het bijna als een deugd dat we ons laten afleiden. En dat heeft er vooral mee te maken dat we kuddedieren zijn. We zijn tribal. Zonder de groep zijn we ten dode opgeschreven. Dat idee zit er zo diep in. Onze voelsprieten zijn zo gevoelig afgesteld dat we er alles aan doen om niet buiten de groep te vallen. En mensen in de media, mensen in de politiek gebruiken deze angst om je gedrag te sturen. Ze bespelen je. Er wordt constant geprobeerd om je af te leiden, zodat je je aandacht niet geeft aan een droom die je hebt, maar aan waar zij willen dat je je aandacht op richt. Aan iets waarvan zij willen dat jij er energie in stopt. Want hoe meer energie, hoe groter het wordt. Dit is niet zweverig, dit is gewoon hoe het werkt. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Maakt niet uit of het positieve of negatieve aandacht is. Energie is energie. Dus, afleiding is de grote manipulator. Televisie, radio, social media, de hele dag notificaties, de hele dag door breaking news. Iedereen zit te klagen dat de meeste berichten die ze als breaking news binnenkrijgen compleet oninteressant zijn. Maar zet die alerts dan gewoon uit. Maar dat doen ze niet. Het zijn de media, het is de politiek en niet te vergeten de grote techbedrijven die precies weten hoe ze je moeten afleiden. Die doen net zoveel onderzoek naar alle technische mogelijkheden als naar psychologische processen van de mens. Big Tech leidt je niet alleen af, Big Tech heeft je volledig geconditioneerd en verslaafd gemaakt. En als je verslaafd bent, ben je een slaaf van iets wat buiten jou ligt. Iets waarvan je denkt, ik kan niet zonder. Die nieuwe samenleving, die ontstaat pas, manifesteert zichzelf pas, als de realisatie indaalt dat we overal zonder kunnen. We zijn verslaafd gemaakt aan dit systeem, we zijn gehecht aan dit systeem, we lijden aan dit systeem. In het boeddhisme heet dit ook wel dukkha. Dat is het lijden dat ontstaat uit hechting. Gehecht zijn aan de likes die je op Facebook krijgt, aan de retweets op Twitter, aan het breaking news dat je 24 uur per dag op de hoogte houdt, aan je telefoon, aan je inkomen, aan bepaalde personen, aan een overtuiging, aan een gedachte. Zoals de Griekse filosoof Epictetus het zei, if someone tried to take control of your body and make you a slave, you would fight for freedom. Yet how easily you hand over your mind to anyone who insults you, when you dwell on their words and let them dominate your thoughts.
You make them your master. We worden gemanipuleerd, verleid en misleid, zodat we onszelf aan onzin hechten. Dus willen we een nieuwe samenleving, dan moet die hechting eraf. Dan moeten we met een schone lei beginnen. Denk niet, ja, ik wil eigenlijk dit wel houden en dat. En het oude systeem heeft ook wel goede dingen. Als we die nou meenemen, want het, ja, dat vind ik toch wel belangrijk. Nee, zo kom je niet tot iets nieuws. Zo kom je uit bij dat oude systeem. Met wat aanpassingjes hier en daar. Maar, breaking news, dat doen we al. Hier een aanpassingje, daar een pleistertje, een stukje plakband. Het werkt niet meer. Zoals Kate Raworth zegt, we're flying into the sunset of mass consumerism with economies that have come to expect, demand and depend upon unending growth. Because we're financially, politically and socially addicted to it. We zijn aan het eind van onze Latijn. De economieën van deze wereld gaan ervan uit eisen en vertrouwen op oneindige groei. We zijn op financieel, politiek en sociaal gebied verslaafd aan die groei. En waarom is dat? Waarom denkt de overheid alleen maar aan groei als de beste en enige oplossing? Maakt niet uit wat het probleem is, groei is de oplossing. Daarvoor moeten we terug naar ongeveer 90 jaar geleden. Toen werd het bruto binnenlands product bedacht. En dat is de grote aanstichter van dit alles. The GDP is just the total cost of goods and services sold in an economy in a year. It was invented in the 1930s, but it very soon became the overriding goal of policy making. So much so that even today governments think that the solution to their economic problems lies in more growth. Kate Raworth heeft een paar jaar geleden een nieuw economisch model bedacht, de donut. Het heeft een ronde, ja, een beetje een bagelachtige vorm, dus daarom heet het de donut. En dat is allemaal leuk bedacht, maar dit is wat ik bedoel met aanpassingjes. Dit is geen nieuw systeem, dit is eigenlijk hetzelfde systeem, maar met meer aandacht voor het milieu, zou je kunnen zeggen. Hier heet dat climate change in dit schema, maar dat is gewoon milieu. Climate change is een non-issue. Als je goed zorgt voor het milieu en de natuur, dan hoef je je niet druk te maken om het klimaat. Het klimaat doet gewoon wat het klimaat wil doen. Het is een illusie om te denken dat we een klimaat kunnen veranderen. Dat kan het klimaat prima zelf. Het enige is dat we beter met moeder aarde moeten omgaan. Dus dat klinkt hartstikke leuk allemaal, het donutmodel. Maar al deze onderdelen van een samenleving, dus je ziet food, health, education, work, justice, noem maar op. Ja, wie regelen dat dan? Oh, dat is diezelfde overheid weer. Nee, Kate, daar willen we nou juist vanaf. We willen zelf ons leven weer regelen. Michael Tellinger heeft wat dat betreft een beter plan. Michael Tellinger komt uit Zuid-Afrika, is daar ook bezig met opgravingen, houdt zich bezig met verloren beschavingen en dat soort dingen. Interessant figuur. En bij hem komt het project One Small Town vandaan. One Small Town can change the world. De doelstellingen zijn: create a new system, benefits everyone, freedom from economic slavery, freedom from draconian laws. Nou, dat is actueler dan ooit. With elected leaders that work for the people. Want dat doen ze nu niet, namelijk. Fully self-sustained communities. Full control of our own destiny. Freedom to express our skills and talents. Everyone can be the best they can be. Everyone is honored and respected for their talents and contributions. In essentie is One Small Town een gemeenschap die opereert als een bedrijf. Dus de mensen in een dorp of een bepaald gebied zijn allemaal personeel in hun eigen onderneming. En die onderneming bestaat uit meerdere afdelingen, zodat iedereen zijn eigen talent ergens in kwijt kan. Dus het idee is om de talenten en wensen van de mensen uit een bepaald gebied te inventariseren, te kijken van wat willen we, wat kunnen we.
En daar een duidelijk businessplan voor te maken, zodat iedereen zijn eigen rol krijgt. En dan begin je met het produceren van wat je maar wil produceren. En de producten die je maakt, kan voedsel zijn, kan huizenbouw zijn, kan beveiliging zijn, kan kunst zijn. Al je producten gaan allereerst naar iedereen in deze community. En alles wat je meer produceert, verkoop je aan andere communities. Een derde van het geld dat daarvan binnenkomt, gaat terug naar de community. Een derde gaat naar de investeerders die ervoor hebben gezorgd dat dit in het begin allemaal mogelijk was. En naar de dingen die je afbetaald en afgeschreven moeten worden. En een derde gaat naar investeringen voor de toekomst. Naar nieuw materiaal, nieuwe afdelingen en projecten die opgestart moeten worden. Het idee is ook dat je met deze constructie grote bedrijven de nek omdraait. Omdat je op deze manier veel goedkoper kan produceren. Dus je prijst de multinationals de markt uit. Voor zover ik weet, want dit idee bestaat al een aantal jaar, heeft nog niemand zich gemeld om dit in de praktijk uit te voeren als experiment. Je hebt tussen de 5.000 en 10.000 inwoners nodig, een burgemeester die dit wel ziet zitten, een paar investeerders en een aantal experts die gaan over het businessplan. Het is zelfs niet eens zo dat iedereen meteen fulltime mee hoeft te doen. 3 uur per week. 3 uur per week. Van elke inwoner wordt 3 uur per week gevraagd om zich in te zetten voor dit gezamenlijke project. Ik weet niet waar het wacht op is, want als je deze wereld, deze planeet, als één grote speeltuin ziet, dan is dit toch heel leuk om in ieder geval te proberen. Maar ik denk dat ook hier hechting weer een rol speelt. Nog te veel mensen hechten aan hun leventje zoals het nu is. Ondanks dat er barsten in het fundament zijn, het piept en het kraakt, de corruptie is verschrikkelijk, de surveillance state waar we in worden gerommeld is verschrikkelijk, maar misschien is dat ook wel logisch, dat mensen zich juist nu zo enorm vastklampen aan wat ze nog hebben. Dat mensen juist nu zo ontzettend graag op vakantie willen, hoeveel lichamelijke integriteit ze daar ook voor moeten inleveren. Hoe verder je in de hoek wordt gedreven, hoe krampachtiger je alles waar je aan gehecht bent probeert vast te houden. En die kramp, daar moeten we weer uit losschieten. Anders komen we in het doemscenario van Parker Lewis terecht. Want hij zegt, zolang de centrale bank geld bijdrukt, wat nu aan de gang is, terwijl de valuta nog functioneert of lijkt te functioneren, verslechtert de situatie. Het bijdrukken van geld zorgt ervoor dat op de lange termijn het vraag- en aanbodsysteem kapot gaat. Het bijdrukken van geld doet 2 dingen. Het zorgt ervoor dat de economische instabiliteit in stand wordt gehouden en uiteindelijk wordt die instabiliteit erger en erger. Het aanbod van echte goederen, echt als in de goederen die te maken hebben met de eerste levensbehoeften, neemt af. En als dat gebeurt, gaat de functie van geld kapot. Echte goederen worden schaars vergeleken met het aanbod van geld. Oftewel, je hebt wel geld, maar je kan er niks mee, want de schappen zijn leeg. En dan ontstaat er een run op basisbehoeften. Dan begint het hamsteren. Hier zitten we dus middenin. Op de achtergrond is dit proces al gaande, maar de euro lijkt nog te functioneren. Dus niemand denkt verder vooruit dan de volgende voetbalwedstrijd. Parker Lewis stelt niet echt een andere samenleving voor, maar wel een ander geldstelsel. In de wereld van de Bitcoin is het een bekende naam. Dus hij ziet cryptocurrency als de oplossing. Ik weet daar te weinig vanaf om daar iets zinnigs over te zeggen. Het enige is dat crypto digitaal is. En dat maakt mij niet uit hoeveel servers er over de hele wereld staan die al deze digitale munten in de lucht houden. En hoe gedecentraliseerd het allemaal is. Het blijft allemaal digitaal. En zo komen we bij: the chances of powerful geomagnetic storms have just doubled. Een artikel van strangesounds.org over de mogelijkheid en onvermijdelijkheid dat de zon op een gegeven moment een elektrische vlam of elektrische storm naar de aarde stuurt die alle elektronica platlegt. In het beste geval heb je je crypto dan nog wel, maar kun je er niet meer bij. En binnen de
Spirituele wereld wordt hier ook al een tijdje voor gewaarschuwd. In de komende jaren gaan we te maken krijgen met sun flares. Bellen kun je vergeten, je GPS kun je vergeten, want satellieten die hangen daar maar een beetje hulpeloos boven de aarde. Die krijgen de volle laag. Nou is dat nu natuurlijk ook al een risico. Iedereen heeft nog wel wat contant geld her en der. Maar dat zijn geen pakhuizen vol en contant geld gaat eruit. Nou, Sven Hulleman had daar een oplossing voor. De nieuwe gulden. Zijn idee was om iedereen zijn eigen geld te laten maken. En daarmee af te rekenen. Dus jij bakt een brood en ik betaal ervoor, als we daarover eens worden tenminste, met een briefje, een waardebon is het eigenlijk, waarop staat dat jij recht hebt op 2 minuten van mijn tijd voor het ontwerpen van iets of voor 2 minuten de stoep schoonvegen. Het is een beetje in de trant van in een restaurant gaan eten, erachter komen dat je geen geld bij je hebt en dan als tegenprestatie alle borden in de keuken afwassen. Dat is een beetje hetzelfde idee. Nou, Sven wilde deze nieuwe gulden lanceren, maar de powers that be vonden dat niet zo'n goed plan. Er werd meteen een blik politieagenten opengetrokken. Dus ook op YouTube te zien, op het kanaal van We Are Change Rotterdam. Daar staat op Prinsjesdag, dit was in 2017, op Prinsjesdag lanceert Sven Hulleman zijn nieuwe gulden aan kantoor Lange Voorhout te Den Haag. Net voordat de introductie begint, grijpt de politie in. De politie houdt de geïnteresseerden maar liefst 3 uur lang vast op de stoep voor het kantoor van Hulleman. Personen die voor de bezetting vertrokken met waardepapieren die uitgegeven werden door Hulleman, moesten zich legitimeren. Daarna werden de papieren door de politie in beslag genomen. Opmerkelijk gegeven is dat er volgens de politie sprake was van een manifestatie. De definitie daarvan kon de politie niet geven. Nou, dit is sabotage vanuit het oude systeem dat doodsbang is voor het nieuwe. Het nieuwe is een bedreiging, er moet de kop ingedrukt worden. Zo zal het oude systeem zich opstellen en zo zal het oude systeem langzaam veranderen in een totalitair systeem. Ja, en dan is het snel afgelopen. Maar goed, wat Bitcoin betreft, fysiek geld is altijd beter dan geld dat alleen bestaat in elektronica. En daar gaan we sowieso veel meer naar terug, naar het fysieke, het tastbare. En Kate Raworth legt het accent op de natuur. Michael Tellinger legt het accent op lokaal en op community. Parker Lewis legt het accent op vrijheid en onafhankelijkheid. Maar er is natuurlijk nog dat andere systeem dat geen systeem is. We hebben het al een keer gehad over anarchie. En dat is misschien wel dichterbij dan we denken. Anarchisme is misschien wel de meest voor de hand liggende volgende stap. Want voor de donut heb je de politiek nodig. Voor one small town heb je de politiek nodig. Maar de politiek heeft veel te veel belang bij het in stand houden van hoe het nu is. Ook al kraakt het aan alle kanten, maakt niet uit. Meer zeggenschap naar de burger zelf is het laatste dat ze willen. Elke vorm van inspraak is de laatste jaren juist steeds verder ingeperkt. Politici gaan hun macht, status en geld niet inleveren. Elke functie, elk beroep, zou als taak moeten hebben om zichzelf overbodig te maken. Ik ga het nog maar een keer herhalen. Elke functie, elk beroep, zou als taak moeten hebben om zichzelf overbodig te maken. Misbaar te maken. Dus niet onmisbaar, maar misbaar. De overheid zou als primaire taak moeten hebben om zichzelf kleiner en kleiner en kleiner te maken. Zodat op een gegeven moment er geen overheid meer is. Dat zou moeten. En we hadden het over anarchie. En als je anarchie zegt, zeg je Michael Malice. Hij krijgt vaak de vraag hoe we daar dan komen bij dat anarchisme. Wat geen systeem is, maar een relationship. Een manier waarop je met elkaar omgaat. En hij weet ook niet zo heel goed hoe die overgangsperiode eruit ziet als we inderdaad die kant opgaan.
In de podcast What Bitcoin Did kreeg hij de vraag opnieuw. How do we enter state? How do we do it? How does it happen? En zijn antwoord was, as Hemingway said, gradually, then suddenly. En dat citaat komt uit het boek The Sun Also Rises van Ernest Hemingway, waarin staat, how did you go bankrupt? Bill asked. Two ways, Mike said. Gradually, then suddenly. Dus ja, we zitten nu in het gradually gedeelte, waarin er heel veel broeit, het rommelt, iedereen voelt het aan zijn water en in zijn onderbuik. En dan, toch nog plotseling, komt de klap, komt de omslag. Want er zijn in feite twee opties. Of de politiek zegt, jongens, we hebben een plan om onszelf overbodig te maken. Dat trekken we 3 jaar vooruit. En we gaan deze transitie van de macht in goede banen leiden. En uiteindelijk doet de laatste ambtenaar het licht uit. Er is misschien nog een heel klein overheidje over, meer voor ceremoniële dingetjes. Maar de facto mogen jullie het weer allemaal zelf regelen. Dat is optie 1. En dat gaat natuurlijk nooit van zijn leven gebeuren. Dus dan blijft er nog maar 1 optie over. En dat is wachten tot de bom barst. Dat is wachten op het moment dat mensen ontwaken uit hun conditionering en verslaving. Dat mensen massaal opstaan en zeggen, dit moet anders. En snel een beetje. En ik heb het al eerder gezegd, dat woord chaos. En dat had dan voorkomen kunnen worden. Maar ja, de eerste stap is toegeven dat je een probleem hebt, anders kun je het probleem niet oplossen. Of zoals Bruce Lee het verwoordde, we shall find the answer when we examine the problem. The problem is never apart from the answer. The problem is the answer. Understanding the problem dissolves the problem. Tot hier. Aflevering 18 van de Interdimensionale Talkshow. Tot volgende keer.